Wauw. Dit is echt niet wat ik had verwacht van deze map, eerlijk gezegd. Ik had eigenlijk weinig verwacht. Op dit moment wordt er gewoon letterlijk een huis ge-3D-print in Minecraft. Dames en heren, in wat voor map zitten wij? Jongens, het voelt alsof ik terug ga naar de prehistorie. Je ziet misschien al van, wat is het voor raar poppetje en wat gebeurt hier allemaal? Ik zit in Minecraft 1.7.2. Wat? 1.7.2, yo, leef jij 9 jaar terug hierin? Ja, vandaag wel, want we zitten in een map die namelijk in 1.7.2 geladen moet worden. Holy shizzle de McFlizzle, wat gebeurt hier allemaal? We zitten namelijk in een custom map en dit schijnt een 3D printer te zijn. Ik wil niet weten hoeveel tijd hierin is gestoken, maar als ik zo heel even kijk, dan denk ik, ik weet het niet zeker, maar ik denk heel erg veel, want dit staat nergens op, man. Wat is het allemaal? Oké, we vliegen even terug naar het beginscherm en als het goed is dit een 3D printer. Hoe dit werkt, ik heb echt absoluut geen idee. Ik wil het niet fout doen. Dus wij gaan even kijken hoe dit allemaal precies gaat werken. Wat houdt dit allemaal in? Wat staat hier allemaal? Set as default. Set as layer. Clear only. Reset printer. Klik printer house. Klik printer house. Of is dit het print house? Oh, misschien moet ik hierin staan. Oh. Nee, dit is niet... Nee, dit is het niet, nee. Of is het een trollmap? Er zit hier TNT in en ik vertrouw het niet. Oké, ik heb absoluut geen idee wat het allemaal inhoudt. Ja, ik zie hier allemaal knoppen. Ik ga eerst op de reset knop drukken. Reset. Goed. Printer. Goed. Block placed. Oh, hij is aan het resetten. Oké. Aha. Ja? Maar waar komen die blokken vandaan? Die komen hier via command blocks of zo. Is hij nou een huis aan het maken? Nee, dat meen je niet. Dat zou wel heel vet zijn. Is hij nou een 3D huis aan het printen? Of niet? Hij moet nog één lager. Ja joh, hij is gewoon een huis aan het printen. Oh mijn god. Dit is super vet. Je ziet ook alles knipperen. Er gebeurt echt van alles daar. Maar op dit moment wordt er gewoon letterlijk een huis ge-3D print volgens mij. Ik hoop dat hij uiteindelijk het glas daadwerkelijk ook gaat weghalen. Dat zou super tof zijn. Wauw. Oké, waar heb ik op gedrukt? Ik heb op printer klik print house. Oké, dus het is een automatisch systeem die hij heeft gemaakt. Die een huis voor mij gaat printen. Oké, die doet hij naar beneden. En dan doet hij naar voren. Yo, er wordt letterlijk op dit moment een huis geprint. Maar hier zijn nog ook allemaal knopjes. Knoppen. Hier heb je ook nog allemaal dingen. Even kijken. Die is ondertussen toch aan het printen. Dus dan kunnen we even kijken hoe dit allemaal werkt. Want set as default for this layer. Oké, set as default for this layer memory. En clear only layer. Ik denk dat ik een blok kan selecteren. En dat ik hiermee eventueel kan selecteren wat ik geprint wil hebben. Ik denk dat het op die manier werkt. Maar ik weet het niet zeker. Ondertussen zie je het huis gewoon echt ziek aan het printen. Wauw. Dit is echt niet wat ik had verwacht van deze map, eerlijk gezegd. Ik had eigenlijk weinig verwacht. Op dit moment wordt er gewoon letterlijk een huis ge-3D print in Minecraft. Ja, er zit wel een heel systeem achter, maar het is wel heel vet. Ik denk, als ik straks een van deze knoppen indruk, dat ik dan hier dingen kan selecteren ofzo. En als ik het hier heb geselecteerd, dan komt het misschien op dit menu. Want hier is nog een menu. Dus ik denk dat ik hier dan uiteindelijk op kan zien wat ik die laag ga printen. Dat is wat ik denk dat er gaat gebeuren. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar dit huis is ondertussen nog steeds lekker aan het printen. Oké, er komt nu als het goed is weer één glasrand boven. En dan drukt hij hem naar beneden. Oh, hij is ook gewoon echt een raam hier aan de zijkant nog aan het maken.
Oké, okay. Hoe groot zal die worden? Oké, er komt nu nog één rand naast, denk ik. Dus deze komt nog een keer. En dan nog deze. Dus hij is nog twee lagen bezig met printen. Misschien kan ik proberen dadelijk een boom te printen of zo. Ik weet gewoon niet hoe het werkt. Dat is super frustrerend. Ik denk dat ik het beste kan beginnen met groen. En dan even kijken, die knoppen hier. Klopt dat? Hoeveel ruimte heb ik? Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, dus ik denk dat wat ik hier selecteer is wat geprint gaat worden. Ik vind dat ze het wel heel lastig voor me maken. Oh, dus de... oh nee, het huis wordt nog groter. Oké. Okay. Oh, er komt... Even kijken. Huh, hoe gaan ze het nou maken? Hoe gaan ze het maken? Even denken. Oké, dit is wel de laatste laag, zeg maar, voor deze kant. En er komt er nog eentje voor. Oké, duidelijk. Dus dit 7x7 is dit menu, denk ik. Dus wat ik hier dadelijk aanzet en met de kleur die ik selecteer... is wat er geprint gaat worden, denk ik. Set as default for this layer. Maar hoe print ik dan? Wat is hier? Layer 1 tot en met... Ik vind het heel lastig. Dit is laag. Kijk, zeg maar, lagen bedoelen ze mee. Zeg maar, dit is 1 laag, 2, 3, 4, 5, 6 lagen. Oké, nu gaat hij naar beneden. En nu gaat hij met de laatste laag, denk ik, beginnen. Hoe vet zou het zijn als hij het glas eromheen ook nog weg zou halen? Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar het zou wel heel erg vet zijn. Dus ik denk dat ik dadelijk hier iets moet selecteren. En dan dat ik op een knop moet drukken. En dat ik dan... Oh, reset moet ik dadelijk eerst op drukken. En dan moet ik als default zetten en dan moet ik het printen. Denk ik, ik heb echt absoluut geen idee. Oh, volgens mij gaat die scheef. Hij gaat scheef. Of lijkt het zo? Mij gaat dit niet goed. Volgens mij gaat die fout. Of lijkt dat zo? Want volgens mij is hij scheef gegaan. Hij loopt vast. Nee! De printer kapt ermee! Nee! Nee, die stoppen niet nu! Nee! Ah, ik was aan het wachten op het eindresultaat en dan stopt hij ermee. Laatste dingetje ging fout. Print! Nee! Geen zorgen, dames en heren. We hebben de map gewoon opnieuw ingeladen. Het maakt niet uit, we hebben het gefixt. Oké, reset. Oké, alles is gereset. Denk ik. Verder gebeurt van alles, maar ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Oké, ik denk dat ik een feeling heb dat ik snap hoe die werkt. Wat ik eerst moet doen, ik moet eerst even alle layers omlaag zetten. Ik heb even een tutorial gekeken. Dan druk ik op glas. En dan druk ik op die... En die. Top. Oké, dus dat is gelukt. Wat ik nu ga doen, is ik doe ze allemaal omhoog. Behalve laag. Even kijken, want ik wil gaan kijken of ik een boompje kan gaan maken. Of mij dat gaat lukken. Laag 6 doe ik omlaag, want ik heb in totaal 5 lagen nodig. En dan druk ik op groen. Dus als het goed is, ga ik nu met groen werken. En daarop komt uiteindelijk te staan, als het goed is... wat ik heb gemaakt. Dus wat ik wil, is ik wil die. En die. Kijk, zie je, er gebeuren dingen. Dat wil ik groen hebben. Top. Dit werkt niet, toch? Denk ik. Volgens mij heb ik het goed gedaan. Kijk, hij set is default voor this layer. Oké, goed. Uit. En laag 5 gaat nu aan. En met laag 5 wil ik het groter maken. Nog steeds met de kleur groen die aanstaat. Wil ik het namelijk dit zo helemaal groen hebben. Die. En die. En die. Volgens mij gaat dit helemaal fout. Werkt goed. Oké, laag 5 zetten we uit. Laag 4 zetten we aan. Ik wil nu hout hebben. Als het goed is, ga je lampje aan. Ja. En ik wil hier hout, hout en hout. Ja, dat is wat ik wilde hebben. Dan zet ik nu groen aan. Want dat kan namelijk gewoon in dezelfde laag. Dit is hout geworden. En dan wil ik nu even kijken. Die. Oh, dit is echt heel erg lastig voor mijn hoofd om na te denken zo. Die.
die, die, die en die. Volgens mij was dat het ongeveer. Ik heb geen idee. Ja, en dan doen we die uit. En we doen de volgende laag aan. Maken we groen. En ik maak het gewoon even zo af. Waarschijnlijk is... Niet vastlopen nu. Nee, niet doen. Goed, zo. Ja, die ook. Ja. Niet vastlopen nu. Ik weet dat je het kan, Minecraft. Die. Ik ben bijna klaar. Oké, weet je wat? Ik wilde eigenlijk meer doen, maar hij kan het niet meer aan. Denk ik. Dat is niet wat ik wilde hebben in totaal, nee. Maar hoe print ik hem nou? Oké, als het goed is, heeft het gewerkt. Ik zet ze nu allemaal weer aan naar het printhuis. En als ik nu op print druk, gaat het allemaal goed. Als het goed is. Dat is wat er staat. Dat is wat ik heb gemaakt. En er is geen andere knop. Volgens tutorial moet ik nu op printer drukken. Gaat die? Oh nee. De eerste laag was helemaal kaal. De eerste laag had ik helemaal kaal gemaakt. Dat klopt. Gaat het werken? Oh, dat zou super vet zijn. Ik heb het alleen echt super snel afgeraffeld. Omdat ik dacht dat het niet zou werken. Maar als het werkt, klopt de eerste helft van de boom. Klopt dan. En dan de rest maak ik zelf wel even creative af. Maar als dit zou werken, zou dat super gaaf zijn. Oké. Oké. Ik hou jullie, als er iets gebeurt met groen, dan horen jullie het wel. Oh! Er is groen. Dat is niet hoe ik het heb gemaakt, maar er is groen. En daar hoorde ook nog groen bij te zitten. Daar hoorde ook nog groen bij, ja. Nee, ja. Hij doet zijn best, dat snap ik. Maar, oké. Nee, dit is niet de bedoeling. Wat is dit nou weer dan? Oké, laag 1 is klaar, zegt hij. Groen! Oh, 1 groen blokje. Ja hoor, ik had er volgens mij 5 geselecteerd. Wat gaat hier fout? Hij gaat dus dit maken, denkt hij. Hij denkt dat hij dat gaat maken. Het is een sleutel. Ik heb een boom. Groen! Groen! Ik heb een boom gemaakt. Wat gebeurt hier? Oh ja, 2 groen achter elkaar. Top! Maar ik heb die volgens mij niet eens geselecteerd. Oké. Ik laat jullie het eindresultaat van de boom wel zien. Dames en heren, hij moet nog 1 laag printen. Kom. Loopt hij nou weer vast? Wat een achterlijke stinkmug! Achterlijke stinkmap. Dit is... Oh, ik had een mug. Dit is niet hoe ik mijn boom heb geprint. Dit is het niet. En waarom stop jij? Je moet er nog 1 plaatsen. Hier, ik activeer die redstone wel. Hier, let op. Ik ga hem activeren en dan doet hij het. Hier, let op. Ik ga hem activeren. Oh, je had al redstone blocks? Oké, dat wist ik niet. Hier. Block placed. Top. En nu moet dit allemaal nog 1 keer geactiveerd worden. Zie je? Kijk zo. Kijk, zie je? Nu werkt hij. En haalt hij nou de rest niet weg? Oh. Oké. Hij werkt super goed, de 3D printer. Het lijkt op een boom en dat ding daar klopt op zich wel. Als ik nou op die reset knop duw, werkt hij dan? Ik heb waarschijnlijk al iets gesloopt in de map, dus ik denk het niet. Maar ik duw gewoon op die reset knop. Werkt het? Denk het niet. Ja, hij werkt niet. Dames en heren, heb je genoten van deze video? Het systeem, het idee is grappig. Het werkt alleen niet. Maar toch bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je een leuke video? Laat zeker weten met een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jou heel graag in de volgende video. Ciao!